Geruis. De Padhuis. Goed, mensen, het is 21 over 7. Normaal is het 21 over 8 wanneer we Michael gaan bellen. Maar we doen het vandaag even iets eerder. Dit is Gossip Nieuws met gossipman Michael Kroegman. En dat heeft een reden. Ik zeg hallo, Michael. Ja, hallo, Richard. Hoe ja, is het, jongen? Ik sla het showbizblokje gewoon over dit keer. Oh. Er staat iemand naast mij. Ik wens je heel veel succes met je vragen. Oh, dankjewel. Daar komt ie. Nou, dit is wel heel verrassend. Een hele goede avond met Gaston. Met wie, zeg je? Met Gaston Ferrer zelfs. Ach, kijk eens. De Gaston. De Gaston. Ah, dat doet hij. Is een giro, ja. Nou ja, het is de enige echte Roy van Heersel. Oh, kijk. Uit de kerstwens. Ja, ik was even undercover. Ja, je deed het wel goed. Je deed het wel goed. Ja, deed het goed, gelukkig. Hoe is het met je? Spannend zeker, hè? Nog een half uurtje, toch? Of niet? Ja, nog een half uurtje. Ik zit hier bij de zender, sta ik hier. Ik ben net gezenderd. De microfoontjes zitten al allemaal op en eraan. Okay. Ik ga me zo omkleden en dan gaan we. Oké, heb je ook make-up en zo, dat soort dingen? Of heb je dat nou, niet nodig? Dat doen de vrouwen meestal. Maar de mannen krijgen voor de ijdelheid een klein poertje. Toch wel, hè? Toch ja, wel, hè? Dat is wel nodig, inderdaad. Hey, hoe vind je het om te doen? Het is echt te gek. Het is zo gezellig en het is zo'n leuke club. En die kinderen zijn hartstikke goed. We spelen natuurlijk met kinderen tussen de 6 en de 16 jaar. Ja. En die zijn natuurlijk allemaal hartstikke enthousiast. En die spelen nog hartstikke leuk, hartstikke jong en onbevangen. Dus het is echt een ontzettend leuke voorstelling. Oké, heb je dat wel eens eerder gedaan trouwens? Met kinderen samen een voorstelling doen of niet? Nee, eigenlijk niet. Het is de eerste keer. We hebben wel, ik heb in de musical Tarzan gezeten en in de musical Jozef. En daar speelden er ook wel kinderen mee. Ja. Maar eigenlijk, daar hadden we dan geen contact mee. Het is wel echt een show waar je echt contact hebt met de kinderen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel voor het eerst. En ik heb zelf natuurlijk als kind ook altijd in de musical gestaan. Ja. Dus dat was wel hartstikke leuk, ja. En het repeteren en zo dan, is dat anders dan met volwassenen? Of zeg je van, ach, het valt eigenlijk wel mee? Nou ja, het is wel relaxer met kinderen. Volwassenen die zijn toch meer van de, nog even dit en nog even dat. En die kinderen die vinden eigenlijk alles goed. Weet je wel, dus dat is wel heel prettig werk, moet ik wel zeggen. Oké. Hey, in de kerst, wat ga je met de kerst doen? De kerst, toch niet optreden, of wel? We hebben één show, we hebben de kerstwens. Dan staan we volgens mij in Deventer, maandag is dat. Ja. En verder, de eerste kerst ben ik lekker vrijdag, ga ik naar mijn familie toe. En dan gaan we lekker, ik ben in Zwolle geboren. Dan ga ik lekker daar naartoe en dan gaan we met z'n allen gezellig eten. En lekker gezellig kerst vieren met z'n allen. Met cadeautjes erbij en alles op en eraan. De echte kerstsfeer. Het is echt een kerstsfeer, ja, heerlijk. We houden allemaal zelf van thuis. Het is wel gezellig op tijd, dus dat vinden we allemaal top. Oké, en oud en nieuw? Nog plannen? Oud en nieuw, ja, ook waarschijnlijk bij de familie. Want ik woon eigenlijk zelf in Amsterdam. En een oud en nieuw in Amsterdam is eigenlijk helemaal nooit leuk. Is dat zo? Want dan is iedereen helemaal naar de kloten. En je kan beter 1 januari gaan. Okay. Dan zijn de kroegen of ze gezellig, zeg maar. Dan is iedereen een beetje van de dag ervoor een beetje moe nog. En dan is het gewoon een lekkere, relaxe sfeer. Dus meestal gaan we op 1 januari lekker weer met vrienden de stad in. Op de 31ste hou ik gezellig met familie. Ja, precies. Hey, en wat ga jij verder volgend jaar doen? Heb je al wat die dingen dat je zegt van, nou, daar ben ik mee bezig? Ja, absoluut. Ik ben gestopt met musical. Dat is wel eigenlijk een groot nieuws voor mezelf. Want ik ga nu echt bezig met mijn eigen muziek. Ik ga echt een solo carrière tegemoet. Kijk. En ik ga binnenkort mijn eerste single uitbrengen. Je denkt wel aan mij, hè, of niet? Ja, natuurlijk. Je bent de eerste die ik bel. Ja, super. Zeker. Je krijgt een plaatje van me. Je hoeft niet te betalen. Hartstikke goed. Wat is de titel trouwens? Dat is vast al wel bekend, of niet? Nee, dat is nog niet bekend. We hebben nu 3 nummers opgenomen in de studio. Mm-hmm. En daar komen er nog een paar liedjes bij. En daaruit wordt zeg maar de single gekozen. Okay. Dus dat is altijd nog een heel proces. Want wat is je eigen stijl? Weet je, precies. Dat moet je allemaal een beetje gaan bepalen. Hoe wil je je haar laten groeien en dat soort dingen. Dat wordt dan allemaal bepaald. Wat, hoe wil je erbij te komen, weet je wel? Dus in dat proces zit ik nu helemaal. En dat duurt ontzettend lang. Ik ben er echt al drie kwart jaar mee bezig. Okay. Om echt mijn eigen stijl muziek te krijgen. Is het Engels of Nederlands? Wat is het voor? Het wordt Nederlandstalig poprock. Ja, wel echt met een eigen tint eraan. En het wordt wel spannend allemaal. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Dus we kunnen ons al niet voorbereiden. Het is een soort bluff of het is een soort. Nee, je kan eigenlijk niet zeggen wat voor stijl het wordt qua namen. Maar ja, we hopen natuurlijk wel, net als Bluff en net als Nick en Simon en net als Sander de Buisson, jij een beetje wel echt je eigen muziek. Te kunnen gaan maken. Dat je eigen stijl gaat krijgen en dat mensen denken, oh ja, dat is Roy en
En daar zijn we nu heel erg mee bezig. En ik heb hartstikke goede mensen achter me staan. Ja. En dus daar ben ik hartstikke blij om. Dus die weten er veel vanaf. Dus het gaat hartstikke goed, nou, ja. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. En nogmaals, je moet wel aan me denken. En als je zegt van je bent de eerste, dan krijgen wij de primeur bij Radio Westerwolde. En dan bombarderen we direct tot Radio Westerwolde antenneschijf. Dat spreek ik bij deze nog af. Nou, dat vind ik super lief. Ik weet nog helemaal niet hoe het klinkt, maar we gaan het gewoon doen. Maakt me niks ja, uit. Ja, dat is wel echt... ik zal nooit met honken wezen. Nee, dat zal het niet worden. Nee, het is wel wat leuks. Zo schat ik jou ook niet in. Oké, helemaal goed. Superman. Oké, nou, heel veel plezier zo meteen. Dankjewel. En wij spreken elkaar wel. Hartstikke leuk. De groeten aan alle luisteraars en leuke avond daar. Hey, dankjewel. Krijg ik Michael nog terug of is hij alweer gevlogen? Ik zie Michael hier in de zetten. Ja, jongen, ze zijn hier al wel heel lief van met elkaar. Okay. Hier heb je hem terug. Oké. Doei, doei. Hey, succes, hè? Ja. Wat een verrassing, zeg. Is dat niet een verrassing? Wil je dat niet weer doen? Nee, leuk. Hartstikke leuk. En we hebben een primeur, hè? Heb je het gehoord of niet? Nee, want ik was weer druk in gesprek. Ja, nee, hij gaat dus dat weet jij natuurlijk wel, hij gaat een solo carrière tegemoet. Ja, dat weet ik. En wij krijgen als eerste de single. Oh. Ja. Hey. We hebben een primeur. Jojojo. En wij maken hem ook direct Radio Westerwolde antenneschijf. Ik ben zo gemeen. Ik heb helemaal niet overlegd hier of zo, maar ik doe dit gewoon. Ik vind het gewoon leuk. Hey, wat voor muziek het gaat worden, weet hij zelf ook nog niet. Nee, dat wordt heel spannend. Dus dat houden we nog een beetje geheim, maar... Dat houden we geheim. Ja. Hey, Michael. Jij ook heel veel succes zometeen. Ja, dankjewel. Ja, want ik had eigenlijk geen zin om het over Barbie te hebben die zwanger is. Dus dat is niet boeiende informatie, hè? Nee, vind ik niet. Ik ook niet. Gadverdamme. Ja. Hey, maar ik wens je een hele fijne uitzending en wij spreken elkaar. Dat is goed, Michael. Oké, dan. Hoi. Westerwolde. Ik weet niet, maar dit gaat niet goed. Hij gaat heel traag. En moet je voorstellen dat dit geen LP is. Wat is dit nou? Even kijken hoor. De pitch staat gewoon normaal. Ik toets er nog een keer in. Even kijken, wat gaat er gebeuren? Dat gaat niet goed, maar we hebben een voordeeltje. Ik maak altijd een kopie van onze lijst, zeg maar. En ik draai hem net, dat mag je wel even weten. Misschien dat er mensen zijn die meekijken op de webcam. Maar dit was dus onze MP3-speler. En dit is onze CD-speler. Dat klinkt wel iets sneller. En iets vrolijker, moet ik zeggen. Ben Uncle Soul 2010 met The Soul Man.